De media cookout die door de redactie van Culi Flair, van De Ware Tijd en andere collega's is georganiseerd, is een groot succes geworden. Het doel was de saamhorigheid onder journalisten en mediawerkers te vergroten. De baten zullen worden besteed aan een sociaal project. Op die wijze willen verslaggevers een kleine bijdrage leveren aan de sociale ontwikkeling van minder bedeelden in het land. ATV-reporter Sifra Goudland was ter plekke en deed het volgende verslag. Een heleboel dingen. Er waren de pompoensoep, peperwatra, authentieke Japanse bami, doxa, een heleboel dingen. Dus als je terugkijkt, want als ik me niet vergis is deze media cookout ook voor een sociaal doel. Als je terugkijkt naar de verloop van de dag, hoe kijk je terug? Nou, we hebben nog niet geteld hoeveel het heeft opgebracht, maar ik denk wel dat het aardig wat cent heeft opgebracht. Waar we toch een redelijke donatie kunnen doen. We hebben nog niet bepaald wat het gaat worden, welke instelling. Maar dat gaan we samen met iedereen die heeft meegedaan, gaan we dat beslissen. Nee, ik ben hier thuis. Ik ben hier samen met Panka en met SPJ. We hebben Chinese taille soep en baras. Oh, Chinese taille soep en baras? Yes. En zijn jullie uitverkocht of hebben jullie nog? We hebben nog heel klein beetje soep en een paar baras over. Ja. Dus? Als ik moet kijken, voor de SVJ is het dan een geslaagde uitverkochte dag. Uitverkochte dag, ja, voor ons al. Ja. Dus daarom sta ik nu te kijken, loeren naar die bami daar zo. I love dogs. Maar die dogs is zo snel gegaan. Ik heb 2 doksen klaargemaakt. De mensen stonden al in de rij voordat ik klaar was met koken. Dus toen ik klaar was, is het als een... Het is verschrikkelijk snel gegaan. Dus ik heb heel veel mensen moeten teleurstellen, maar het was wel gezellig. Dus als ik je goed begrijp... Mijn cameraman zei, je hebt 2 kijkers klaargemaakt. Boombietje Doxie, man. Ze zijn uit India overgevlogen. Ze zijn laat aangekomen, want ze hadden tegenwind. Dus ze zijn een beetje laat gekomen, maar bij Judy. Maar dan, wat vindt ABC van deze media cookout? Ik vind het een heel leuk idee, een heel leuk initiatief. Je ziet collega's die we jaren... Ik heb jou zo lang niet gezien, ook je cameraman zie ik ook niet eens meer. Ik heb zoveel collega's gezien. Maar behalve dat, het sociale karakter daarachter, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En ik vind het goed dat we een sociaal doel gaan poweren. Ik heb al 4 dingen geproefd. Pom van De Ware Tijd. Een sneestajasoep van ATV. Een caperinha van ABC. En ik heb nog een peper water hier met pingo. En ik heb nog voor die doxa, denk ik. Ja, ik proef. Voor de eerste keer geef ik jullie een 8,5. 9 komt nog. Dat is voor de tweede keer en ik ben er weer zeker bij. Aldus een verslag van Sifra Goudland, vandaag bij de media cookout, georganiseerd door De Ware Tijd. Het evenement is gehouden op het parkeerterrein van Beauty and Home Systems aan de Kochstraat. Het doel, de saamhorigheid onder mediawerkers te bevorderen, is zeker gehaald, te oordelen naar de opkomst van de mediawerkers en andere belangstellenden.